Om zware blessures en botsingen te voorkomen, zouden airbags natuurlijk een uitkomst zijn. Zover zal het waarschijnlijk niet komen in het voetbal, maar Go Ahead experimenteerde deze week wel met een opmerkelijke variant en dat heet Bumper Ball. We kijken naar Bumperball. Ja, dan krijg je hilarische spelmomenten ga je krijgen. Dus je krijgt gewoon, het is gewoon lachen, gieren, brullen. Maar, misschien een spelletje met een bloedneus, maar als dat het is. Morgenochtend bij de training wel extra benadrukken, jongens, die dingen om jullie heen zijn weg, dus we gaan weer normaal voetballen. Ja, dan moeten we weer even omschakelen. Hè. Dan moeten we weer even omschakelen. Maar ja, als je het een beetje zo voor je ziet en je speelt AZ uit en dan allemaal zo'n ding om. Ik denk dat het stadion dat 20.000 mensen krom zitten van het lachen. Dus dat is ook een keer iets heel bijzonders. Maar we zullen ze niet meenemen in Alkmaar. Hey, een verzoek bij de KNVB kan nooit kwaad, toch? Ja, maar ja, dan moet AZ het ook doen. Anders is het onbegonnen werk. Toen Feyenoord ooit in crisis zat, gingen ze samen met de selectie tapas maken. Toen NEC in een crisis zat, gingen ze ooit paintballen en dat hielp. Maar bij jullie is dit toch niet nodig? Nee, maar je moet altijd wel plezier maken. En we staan voor een weekend waarin geen voetbal is. Nou, ik vind dit juist een week waarin serieuze trainingen kan afgewisseld worden met dit soort activiteiten. Dat is hartstikke leuk en lachen, dat hoort er ook bij. Goed, ik keek zojuist even naar de medische staf. Toen Erik Valkenburg zo invloog op zijn medespeler, zag ik die toch eventjes moeilijk kijken. Ja, ze was echt even lachen, gieren, brullen dit. Nee, je hoeft er niet bang voor te zijn. Dus we moeten ze gewoon doen wat in hun is opgelegd, ook wat van dieren uit heeft gelegd, dan kan er niks gebeuren. Oh my God.